Oké. Goedenavond, dames en heren, en welkom op deze online voorstelling van het in voorjaar 2020 verschenen boek Overleven na de Holocaust van Rosine de Dijn. Het doet me plezier hier vanavond zo talrijk aanwezig te zien. En het is ook een speciale avond. Het is vanavond begint Chanukka. Veel dank ook aan Friedel de Sage om vanavond met de auteur in gesprek te willen gaan. Heel graag had ik Rosine haar boek live op de Stadscampus laten voorstellen, maar wij kunnen niet anders dan dit gesprek online te laten verlopen. En dat heeft ook zijn voordelen. Er is zeker veel volk die niet naar de campus had kunnen komen en nu zijn we toch op de een of andere manier samen. Hier. Alvorens Rosine het woord te geven, stel ik haar graag aan u voor. Rosine de Dijn is journaliste en schrijfster. Ze groeide op in Antwerpen, waar zij communicatiemedia studeerde. Ze werkte freelance voor radio, tv en de schrijvende pers in België en sinds 1966 in Duitsland. Waar ze bijdroeg in talrijke reportages voor Duitse kranten en tijdschriften. Ze heeft heel veel boeken geschreven, ik weet niet hoe zij dat doet. Ze schreef eerder onder meer De Vrouw van de Keizer, een tocht door Europa met keizer Karel, Het Schip van de Laatste Kans, Nazis en Joden op de SS Serpa Pinto, Gasten van de Führer, de vlucht van Vlaamse collaborateurs naar Nazi-Duitsland tijdens de bevrijding in september 1944. En Einstein en Elisabeth. In het voorjaar 2020 verscheen haar boek Overleven na de Holocaust bij uitgeverij Krita Klano, België. Zij zal dus vanavond in gesprek gaan met Friedel de Sage van WRT Radio 1. Gezien het grote aantal deelnemers stellen wij voor dat na de boekvoorstelling eventuele vragen via de chatfunctie doorgestuurd worden. Als u technische vragen heeft, kan u die ook per chat stellen aan de coördinator van het instituut, Jan Morrens. Rosine en Friedel, ik geef jullie nu graag het woord. Dankjewel, Vivian Liska. Het is ook voor mij een eer om door jullie uitgenodigd te worden. Een en ander heeft wel te maken met het feit dat Rosine en ik elkaar persoonlijk kennen. En dat is natuurlijk nog zo prettig om elkaar eens te spreken. Ik heb ook de eer en het genoegen gehad om het ontwerpen en het maken van dit boek toch van de zijlijn te mogen horen van Rosine. En wat mij toch telkens weer opvalt, Rosine, als er weer eens een nieuw plan is voor een boek, is dat er verhalen bij jou terechtkomen. Hoe, ik weet het niet, maar op een of andere manier ben je altijd een magneet om de onvertelde verhalen toch bij jou te krijgen. Dit boek is vooral het verhaal van het Grand Hotel in Knokke. De geschiedenis en vooral de bezieler van hotel in Knokke was monsieur Motke, Mordecai, Martin, Weinberger, waar we het straks uitgebreider zullen over hebben. Maar Rosine, wat ik van jou wil weten is, hoe is dit verhaal bij jou terechtgekomen? Wie heeft jou daar voor het eerst over aangesproken? Wel, ik heb zoals jij wel weet, en zoals ook Vivian weet, meerdere boeken geschreven en ook verhalen opgediept van Joodse mensen. Ik ben opgegroeid in Antwerpen. Ik ben naar school geweest in Antwerpen. Ik was altijd geconfronteerd en ook nieuwsgierig van de Joodse gemeenschap. Daar had ik natuurlijk geen toegang. Ik had geen contact en toch was mij dat altijd boeiend, iets meer te weten over deze mensen. Als ik als kind samen met mijn moeder naar Knokke ging,
dan liepen wij natuurlijk langs de dijk 's avonds een ijsje eten, samen met mijn broer. En daar liepen wij ook aan het Grauwhotel voorbij. Dat was dus destijds een oud Belle Époque hotel. Eigenlijk al een beetje onderkomen, zou ik zeggen, grijs. En ik zag daar dezelfde mensen als in Antwerpen. Ik zag daar ook Joden in een kaftan met een hoed op, zedige vrouwen. En niet alleen, maar die liepen dus ook over de dijk in de buurt van dat Grand Hotel. Maar wat ik vooral zag als kind, was de nummer op de arm, op de linker onderarm van de Joodse vrouwen die op het strand zaten, te zonnen. Dus gezellig te bruinen. En dat irriteerde mij geweldig, maar ik merkte dat dat ergens een taboe-thema was. Dat ik daar niet moest naar vragen. Dat waren zo de jaren, ik zou zeggen zo de jaren 50, midden 50. En daar werd niet over gesproken. Maar dus naarmate ik ouder werd en ook natuurlijk, zoals ik daarnet zei, boeken geschreven heb en ook opzoekingswerk gedaan heb, ook reportages gemaakt heb over Antwerpen, het Jeruzalem aan de Schelde, las ik hier in Duitsland in een tijdschrift, eigenlijk in een boek, een kleine essay, dus een klein verhaal van een bladzijde of 10, over het Grand Hotel in Knokke. Ik was natuurlijk onmiddellijk geëlektriseerd en dan heb ik gedacht, nu moet ik toch wel de achtergrond van dat hotel. Wie is daar op bezoek geweest? Wie kwam daar naartoe? Waren dat orthodoxe Joden? Was dat alleen voor Joden? En zo ben ik dus beginnen, zoals jij daarnet ook zegde, ik ben dan natuurlijk beginnen rondvragen en beginnen opzoekingswerk doen. En zo is mij altijd meer en meer het een en ander in de schoot gevallen. En daardoor heb ik dan kunnen een verhaal maken rond dit toch zeer speciaal hotel wat in 1952 in handen kwam van dus die Joodse directeur, monsieur Weinberger, monsieur Motke. En dat was dus 7 jaar na de oorlog. Dat moet men voorstellen, dat is dus direct eigenlijk na de oorlog. Ja. Het hotel is gebouwd eind 19e eeuw, 1892. Ja, de juiste datum, daar wil ik... Ja, ja. Gebouwd door Louis van Bunnen, die daar ook de naam van het plein aan overgehouden heeft. Het lag, want het is ondertussen afgebroken in 1986, het lag, om het even te situeren, aan dat plein in de bocht aan de dijk. Je kan het misschien beter situeren waar het gebouw precies stond en wat er nu staat. Het is dus eigenlijk voor degenen die Knokken een beetje kennen, aan het einde van de Lippeslaan. Dus als je helemaal ten einde, als je aan de zee komt, heb je dus nu het Van Bunnenplein. Toen was dat, ik geloof, Place Nationale of zoiets. En op die grote hoek staat nu een mastodont van een appartement. Hier heb je dus nu het oude, dat is rond de eeuw, dat is het Interbellum. Dat is als het Grand Hotel zo 1920, 1930. Het is dus eigenlijk opgericht door Van Bunnen. Want dan was Knokke was nog een boerdorp. Enfin, het was dus eigenlijk een landbouwdorp. Men denkt altijd dat het een vissersdorpje is, maar het was een landdorp. Maar werd natuurlijk ook, werden ook vissers, gingen aan zee, maar het was een klein landbouwdorp. Het was nog lang niet zo en vogue, zoals Blankenbergen en Oostende. En Van Bunnen, die dus grote plannen had, die is op het einde van de 19e eeuw, had hij dus, laat ons zeggen, de visie van samen met Verwee en Dumortier een lap grond te kopen. Dus dat was duinen, dat was absoluut nog niet ontgonnen. En die heeft daar dan heeft gezegd, ik wil een Grand Hotel. En hij heeft dan tegen het einde van de 19e eeuw zijn Grand Hotel. Dat was toen nog niet, ja, zo is het begonnen. Zoals men het nu ziet, dus midden in de duinen. En hij was getrouwd met een jonge een dochter van een hotelier uit Blankenbergen. De huwelijksreis kon hij maar vergeten, want ze moesten direct, als het seizoen begon, ging zij al als jonge vrouw van 26, deed zij al heel het hotel open en ontving zij al gasten.
Einde van de 19e eeuw was zelfs Leopold II daarop te gast met zijn gevolg. In 1933 is het hotel verkocht, hè, voor een eerste keer, omdat ze failliet waren gegaan. Geld, ja, ja, dus Van Bunnen is gestorven in 1918, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Want de prikkeldraad was er nog als men naar de begraafplaats ging. Maar zijn echtgenote heeft dat dan overgenomen, dus dat was nog een jonge vrouw. Maar zij is dus in brakwater gekomen door het faillissement van haar broer, die ze geholpen had. En daardoor is ook alles aan het rollen gekomen en is ook het Grand Hotel van de familie van Bunnen, dus ook, zij had geld nodig en dan heeft de familie van Rijkigen heeft het dan gekocht. Maar het is nog altijd het Grand Hotel gebleven. Ja. Ik wil even het hotel in Knokke laten voor wat het is en verhuizen naar Borgerhout. Want ondertussen was daar de familie Weinberger aangekomen. Hè? De familie Weinberger is aangekomen in 1931 in de Bloemstraat nummer 3 in Borgerhout. Wat ben je over de familie te weten gekomen? De familie dat Weinberger. Is een verkeerd beeld nu, dat zouden we beter wegdoen. Dat is ook, nee, dat is liever nog een beetje wachten met de beelden. Zo, dat is nog het hotel, ja. Ja, de familie Weinberger, dat is dus een heel typische Oost-Europese Joodse familie. Dus in het interbellum, ook door pogromen die in Oost-Europa geweest zijn en de armoede, zijn er veel Oost-Europese Joden zijn naar het Westen gekomen, vooral ook dus naar Antwerpen, daar ook in Brussel, waar zij al mensen, vrienden hadden en familieleden die daar ook al een thuis hadden. Dus zij zochten elkaar op en Antwerpen was een centrum van diamant toen ook al. En zij zochten dus een beter leven. En de familie Weinberger, die waren uit Tsjechoslowakije. Maar dat was dus een gebied, dat was eigenlijk een in het Oost-Europa, dat wat voortdurend andere machthebbers. Dus dat was nog de tijd, dan was het Tsjechisch, dan was het Hongaars, dan was het Oekraïens, dan waren het ook Karpaten-Oekraïne, dat was dan weer later. Dus die mensen, die hadden eigenlijk geen vaste stek, waar zij hadden altijd andere heersers. En de familie Weinberger, die kwamen met zijn zes kinderen en vader en moeder in begin dertiger jaren naar Antwerpen. En vestigde zich in Borgerhout, waar dus een grote Joodse gemeenschap was. En Martin, dus Mordechai Weinberger, was toen 16 jaar en was bakkersleerling. En hij begon dus in een Joodse bakkerij, ging hij aan de slag. Mm. Hij leerde zijn vrouw kennen en volgens mij, dat is een beetje gespeculeerd, hij heeft dus Ghana getrouwd, maar zij was familie van een collega van hem op de bakkerij. En Ghana was ook naar België gekomen om te trouwen met een vaste persoon. En die vaste persoon, dat was niet de juiste man. Dus, maar Ghana had geen papieren. Dus als je getrouwd bent, dan krijg je de nationaliteit of je krijgt de verblijfsvergunning tenminste van je man. Maar zij was dus nu door het feit dat die dat huwelijk niet plaatsgreep, heeft zij dus Weinberger leren kennen. En volgens mij langs zijn collega Bakker, bakkersleerling ook. En toen had zij dus ook verblijfsvergunning. En zij kwam dus ook in Borgerhout wonen. Ze hebben samen twee kinderen gekregen. Hè? Eentje voor de oorlog en eentje tijdens de oorlog? Ja, eentje nog net. Ze heeft dus twee kinderen in het moederhuis in de Vinkstraat in Antwerpen. Is ze bevallen. Max, dat was de eerste. Die is dus voor de oorlog geboren. En dan is het tweede zoontje, Isidor, die is nog, laten we zeggen, 3 maanden, denk ik, voordat dus hij is nog kunnen geboren worden in het normale afdeling van het moederhuis in de Vinkstraat. Maar daarna moesten de Joden allemaal in 1 afdeling van het ziekenhuis blijven en mochten ze alleen maar van Joodse artsen verzorgd worden. Mm-hmm. Maar dat was 41. Ja, zij is op transport gezet samen met haar zus. Wat heb je daarover teruggevonden?
Ja, dus Mordechai, dus Motke, heeft, is eerst in, als de oorlog uitgebroken is, is hij samen met zijn vrouw en eerste kindje naar Frankrijk gevlucht. Daar is hij natuurlijk in een kamp terechtgekomen. En daar is hij ook kunnen ontsnappen. Samen heeft zijn vrouw en zijn kindje zijn ze terug naar België gekomen. Maar hij was dus zo woedend en zo ook moedig dat hij zegde, hij moet iets doen. Hij is dus in het verzet gegaan. Zijn twee kleine kindjes, zijn twee jongetjes, zijn in Vlaamse families ondergebracht geworden, verstopt geweest. En zijn vrouw is ook ondergedoken, is ook verstopt geweest. Maar zij heeft, haar zus was ook verstopt. En zij heeft de fout gemaakt, zich met haar zus in Brussel een afspraak te maken. En op de boulevard Hans Spach is ze door de Gestapo gepakt geweest. En naar Mechelen, dus naar het kazerne het Dossin gebracht geworden. En daar is ze op het transport gekomen. En zij is dus in Auschwitz omgekomen. Dus Weinberger, die eigenlijk zelf zoveel gedaan heeft om zowel familieleden als mensen, vrienden, kennissen te verstoppen en vooral te helpen te vluchten over de grens naar Zwitserland, heeft zijn eigen vrouw en ook een groot deel van zijn... Want dat is een heel interessant verhaal, wat hij precies heeft gedaan. Hij was echt een held, hè? Hij heeft 300 gezinnen over de grens kunnen zetten. Van Zwitserland. Ja, het vreemde is dat ik dat dus wist van Joodse mensen, van dus die ik geïnterviewd heb, zoals bijvoorbeeld Sylvain Landau in Antwerpen. Die vertelde, Weinberger heeft veel mensen gered. Hij was bij het verzet, ook zijn nicht. Waarvan ik dat verhaal gelezen had in dat thuisboek, die had dat ook gezegd, maar ik vond nergens een bewijs. Ik had in het Rijksarchief niemand die mij op het spoor kon zetten, de kazerne Dossin kon mij niet op het spoor zetten, vreemdelingenarchief, niemand. Ik zeg, dat kan nu toch niet zijn, dat er van iemand die dus verteld wordt dat hij Joden gered heeft, dat hij nergens iets heeft. Tot er dan op een zekere dag de archivaris van het Rijksarchief, met wie ik in contact was, mij schreef, neem eens contact op met professor Ruud Vilvas in Genève. Die is bezig met een werk over la fuite en Suisse. Dus over de vlucht van Joden, over de grens naar Zwitserland. Want men moet weten dat in Zwitserland vanaf 1942... mochten dus niemand meer binnen, maar er werd een versoepeling voor zwangeren en voor kleine kindjes werd er een versoepeling gedaan. Ik heb die mevrouw contact met haar opgenomen en dat was ongelooflijk. Die heeft mij de dag zelf het grote deel wat zij dus opzoekingswerk, waar ze dus jaren aan gewerkt heeft ze mij opgestuurd en gezegd, dat is het verhaal van Weinberger. Nu had ik ineens heel die puzzel. Ik had dus bijvoorbeeld ook, want ik heb dus een getuige, dat is Alice Schönberg. Die is met haar moeder en haar drie zussen, dus met twee zusjes, met drie kleine meisjes, is zij door Weinberger gered geweest. En het verhaal is dat hij, dus door het feit dat men alleen nog maar met kleine kinderen of zwangere vrouwen mocht over de grens, heeft hij fictieve gezinnen samengesteld. Hij heeft... bijvoorbeeld een vrijgezel met een andere vrijgezel of met een moeder van een kind en dan weer kinderen uitgeleend van een ander gezin. En hij heeft de leeftijd van de kinderen nog lager gezet, want het gemocht tot 12 jaar, maar Weinberger zegde beter zo klein mogelijk. Dus en gaf die kinderen, als ze dan 5 jaar waren, zegde dat ze 3 waren met allemaal valse paspoorten. En dat waren bijna allemaal, ik geloof dat er maar maar 10% geen Belgische, het waren allemaal Belgische Joden. En het speciale is ook dat deze Joden bijna allemaal werkmensen waren of ambachtslui. Dus geen grote bekende mensen. Dus, en hij heeft die allemaal, dus die zijn allemaal met enkele uitzonderingen zijn ze over de grens geraakt.
Dus dat is werkelijk die man. En er werd daarna nooit meer over gesproken. Dus dat heb ik dus heel toevallig, want die professor in Genève, daar heb ik dus eigenlijk alles aan te verdanken. Hoe is hij dan zelf uit de oorlog gekomen, terug in Antwerpen gekomen? Hij is dus terug naar Antwerpen. Ja, hij is in België gebleven altijd. Hij heeft dus die vluchtelingen begeleid. Ook zijn minares, Thea Langerman, die was met hem samen in het verzet. Zij hebben samen die vluchtelingen begeleid vanuit Brussel over tot in Aix-les-Bains. Dus heel die weg langs Parijs, je moet dat u voorstellen, overal de Wehrmacht, overal de SS, overal die Duitse soldaten. En hij is dus altijd in België gebleven. Hij heeft vanuit België geopereerd. Maar als de oorlog gedaan was, want het charmante is dat hij in 1944 was in België natuurlijk al de oorlog gedaan, maar niet overal. In Duitsland was nog in oorlog tot in mei 1945. Hij heeft dan in 1944 al de aanvraag voor een Belgische nationaliteit gedaan. Maar dat is hem, dan hebben ze gezegd, dat is een beetje te rap. Dus dat was zo. Hij was een heel temperamentvolle man. Ja, en dan heeft hij terug als bakker begonnen. En ik denk dat hij wel een heel gevieft was. En hij wist dus, want de diamantindustrie die begon eigenlijk direct na de oorlog al, dankzij Goldmunds, heeft hij gedacht, ja kijk, die diamanten ga ik een klein bistro beginnen. Hij is een restaurant begonnen. Hij heeft een bakkerij, hij bakte brood. En dan heeft hij zo peu aan peu gezegd, ik ga in knokken, want de mensen gingen toen natuurlijk niet grote reizen naar overzee. En Antwerpen was dicht bij Knokken, het is wat 90 kilometer, was dus eigenlijk de dichtstbijzijnde vakantieoord. En daar heeft hij dus eerst een klein hotel geopend. En dan heeft hij in 1952, werd hij dus directeur van het Grand Hotel. En men noemde het niet het Grand Hotel, maar men noemde het Chez Motke. Ja, je focust in het boek op de overlevingsschaamte. Hè? Want hoe overleef je de Holocaust als je familie bent verloren? Dat hotel is daar heel erg helend voor geweest. Hè? Kan je omschrijven wat je daarover gehoord hebt? Welke verhalen heb je kunnen noteren dat getuigt van die helende factor van dat hotel? Kijk, Friel, soms vraag ik mij of ik wel het recht heb dus überhaupt aan te voelen wat die mensen hebben doorgemaakt. Ik denk dat wij dat niet kunnen. Maar ik kan wel een beetje chroniqueur zijn. En met een beetje het gevoel wat die mensen doorgemaakt hebben, die in 1952, dus zo kort na de oorlog, want als zij terugkwamen, als Antwerpen was dus judenvrij, judenrein. Die mensen die dus terugkwamen, die waren gebroken, die hadden geen thuis meer. De meeste huizen waren, heel hun inboedel was gestolen. Zij waren psychisch, zaten zij aan de grond. Dus ze hadden wel een beetje hulp van de gemeenschap, maar dat ging toch heel langzaam. En in die tijd werd er überhaupt nog niet gesproken van psycholoog of psychiater of een psychische hulp. Men deed dat onder elkaar. Sylvain Brachveld schreef bijvoorbeeld in zijn memoires, hij was verstopt als jongetje in Wallonië. Hij kwam naar Antwerpen terug en hij zegde, als het feesten waren, nu bijvoorbeeld ook Chanukka, bijvoorbeeld, zoals vandaag, dan werd er meer geweend dan gebeden. En, maar, zegt hij, we hadden wel het gevoel, wij jonge generatie, dat wij nu toch iets moesten doen voor onze gemeenschap. En wat er het hotel in Knokken volgens mij was, dat was een smeltkroes van mensen die ofwel hun verhaal wilden vertellen, of hun verhaal niet konden vertellen, of ook hun verhaal niet wilden vertellen.
Zij wilden alleen maar samen zijn. En ze wilden ook weer Joods zijn. Dat wil zeggen kosher eten. Kosher gebak. Naar de synagoge, want in het Grauwtel was er ook een kleine synagoge. Hun feesten vieren. Onder elkaar zijn. Niet meer moeten bang zijn dat men Jood is. En bijvoorbeeld, Sylvain Landau zegde tegen mij, het was een pension de famille. Het was geen Grauwtel. Het was een soort pension de famille waar men samenkwam. Het was ook een huwelijksbeurs, waar men dus de jonge mensen, want die mensen brachten hun kinderen mee, of er werden nog kinderen geboren, er werd bar mitzwa gevierd, er werd besneden. Het was dus, en het was eigenlijk een cocon, een warmte. En ik denk dat dat dus de essentie is. Hier ziet men bijvoorbeeld Motke met een jongen die zijn bar mitzwa vierde. En dus dat heeft Motke allemaal mogelijk gemaakt. Hij heeft dus, want knokken was toen, het waren de jaren 50, 60. Het waren dus de jaren van de catharsis. Men wilde niet blijven stilstaan. Men wilde niet blijven jammeren. Men wilde vooruitkijken. Men wilde iets nieuw opbouwen. Men wilde samen iets nieuw opbouwen. En niet achteruitkijken, maar vooruitkijken. En dat is het symbool van het Grand Hotel. Daar gingen die mensen allemaal naartoe om met elkaar over al die dingen zich te kunnen uitwisselen. Ik lees ook in jouw boek ontzettend grote dankbaarheid voor Motke en Thea Langerman. Het waren ook die figuren natuurlijk, hè, die de mensen zo omarmden, die zo belangrijk waren in het hotel. Hè. Ja, Motke moet naar het schijnt, of ook zijn kleinzoon zegde dat, heeft mij dat dan verteld. Dat was de Chaplin van Knokke. Charlie Chaplin. Ja. Charlie Chaplin van Knokke. En Real, het grote Amerikaanse wagens, had een stem like een klok. Men hoorde alles in het hotel. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb dan ook de Shabbos Goy, heb ik leren kennen. Want Landau zegde tegen mij, dus bij de veel gesprekken die ik mocht voeren en bij wie ik overal welkom was, die zegde, ja, zegt die, maar die onze Shabbos-goy, die leeft toch nog? Dat is René Mannekes uit Knokke. En hij zegt, ik zal u in verbinding zetten. En dan heb ik dus met meneer Mannekes, heb ik dus die ontmoeting Knokke, en meneer Mannekes zegde, het was dat zijn leven zo veranderd heeft daar te werken. Omdat hij natuurlijk daar in contact kwam met een wereld die wij eigenlijk tot nu vandaag de dag niet kennen. Omdat wij drempelvrees hebben. Of omdat wij die drempel ook niet overschrijden. Of misschien niet nieuwsgierig genoeg zijn en ook niet warm genoeg zijn. Het is een wereld op zich. En Mannekes, dat was ook zo'n mooie anekdote. Hij zegt, alsjeblieft. Ik hoor maar verder. Ja, het is waarschijnlijk gewoon een microfoon die even open staat. En hij zegt, ik heb zoveel geleerd en zoveel geleerd van die mensen. En ook de warmte van die mensen onder elkaar. En dan zegt hij ineens tegen mij, ik was ook verliefd op een Joods meisje. Zij woonden op de Belgielei in Antwerpen. Nu ontsnapt mij even haar naam. En hij zegt, ik weet wat zou er van haar gebeurd zijn. Wat zou er met haar gebeurd zijn? En ik heb dat dan gevraagd aan mijn protagonisten. Kennen jullie haar nog? Nu ontsnapt mij echt de naam. En toen zegt hij, ja, die leeft nog in Londen. Dus dat zijn allemaal zo mooie menselijke dingen die ons eigenlijk dichterbij zouden moeten brengen als afstand zouden moeten scheppen. Het hotel is vanaf 1980 wat in verval geraakt, is dan uiteindelijk ook afgebroken in 1986. Thea is gestorven in 1992 en Motke in 2002. Hij is 88 geworden.
In jouw zoektocht, en je zei het zo net, je had een paar protagonisten om dit hele verhaal te reconstrueren, heb je ook Arthur Langerman ontmoet. Ik heb hem zelf ook mogen spreken in Touché, het radioprogramma dat ik op zondagmiddag mag doen. Een heel bijzondere getuigenis was dat voor jou. Hij is de neef van Thea Langerman. Hij is ook een van de mensen die nu de lezing volgt. Hoe bijzonder was de ontmoeting met hem? Want dat is alweer een speciaal verhaal. Hè. Hij is geboren begin jaren 40, tijdens de oorlog. 42 is hij geboren. Ja. Is, augustus 42. Een van de kinderen die is terechtgekomen in een pouponnière in Brussel. Ja. Ook een bijzonder verhaal, hè, waar de kinderen zijn terechtgekomen in die vele pouponnières, een zevental pouponnières. En daar is Arthur er één van. Hè. Ja, hij is hier, zit op de vierde plaats, ja. Links. Thea Langerman is dus de tante van Arthur. En de familie Langerman is zo goed als volledig uitgeboord. En Arthur is eigenlijk door toeval of door de perfide strategie van de nazi's, is hij dus daar al ontsnapt. Zijn ouders, hij is geboren in 1942 en is natuurlijk ondergedoken in Antwerpen. En hij is dan, zijn vader en moeder zijn verraden geworden, of enfin, ze zijn. Hij was toen 19 maanden. Zijn ouders zijn verraden geworden en opgepakt geworden. Dus, en naar de kazerne dus zijn gekomen, naar het, dus naar het Zammellager. Zijn ouders zijn dan gedeporteerd. Hij heeft dan veel later, want hij dacht altijd dat ze dus in Auschwitz gestorven zijn. Maar hij heeft dan veel later opzoekingswerk gedaan en heeft dan ook heel de odyssee van zijn vader, wat verschrikkelijk is, die waarschijnlijk op de laatste dodenmars in Bayern gestorven is. Of hij. En zijn moeder is teruggekomen uit Auschwitz. Maar voor Arthur was dat, dus die Langerman, dat is dus ook Thea, dus om hem even eens kort, dus de vrouw van Motke, die had nog maar één zuster, al de anderen waren vermoord, haar vader, haar broers, en dus ze had maar één zus die in Jeruzalem, die dus in destijds Palestina overleefd heeft. En zo, dus was eigenlijk Arthur een van de enige familieleden die ze überhaupt nog had. Arthur heeft dan, zijn moeder is teruggekomen, die moeder was gebroken, ze heeft in Auschwitz in de keuken moeten helpen, dan is ze ook op de dodenmars gekomen, zij is naar Ravensbrück, enfin, in ieder geval, dat was voor Arthur verschrikkelijk, want zijn moeder is dan hertrouwd, ook weer met een holocaust-overlevende, dus hij zegt de holocaust was bij ons alomtegenwoordig. 'S Nachts werd er geweend, geschreeuwd, nachtmerries enzovoort. Arthur wilde weten, waarom haten de mensen ons nu zo? Wat hebben wij gedaan? En dan heeft hij in 1961, als het Eichmann-proces in Jeruzalem plaatsgreep, heeft hij dan gedacht, het is toch niet te begrijpen. En hij is beginnen verzamelen. Hij is dus, om zelf die vraag te kunnen beantwoorden, wat haten die mensen nu zo aan ons, is hij beginnen verzamelen van postkaarten en affiches. Dus de Joden als ratten, de Joden met een neus, de Joden als vogels, als gieren, afschuwelijke dingen. Dus, en dat is, laat ons zeggen, zijn passie geworden en ook zijn hulp om ook te overleven. Hij wilde het weten. En dat is ook bijvoorbeeld uit de verzameling van Arthur. Hij heeft ondertussen een verzameling van meer dan 10.000 postkaarten, affiches. Onder andere ook van de grote karikaturist en de Joden karikaturist uit Der Stürmer. Dat is dus het Duitse propagandablad tegen de Joden tijdens de nazi-tijd. En dat is iets van Geier zu Meier. Dus van Gier tot meneer Meier.
En om dit gewoon om te illustreren hoe wat dat in de mensen ingeënt was, dat, of nog ingeënt wordt en nog het antisemitisme is terug in opkomen. Dat is bijvoorbeeld Vlaams, nu of nooit. Dus de vrek, degene die zijn geld in de... Zulke dingen heeft dus een verzameling van meer dan 10.000 exemplaren die hij nu geschonken heeft aan de TU, dus de Technische Universiteit in Berlijn, waar hij een eigen archief, dat is aan de zee bijvoorbeeld, ziet je. En waar hij dus in een archief, een speciaal archief, het Arthur Langerman archief, en ik geloof 1400 vierkante meter, waar dus heel zijn verzameling nu volledig opgericht zal worden, want en ook dus gecatalogiseerd. En dat is voor de studenten die dus dan kunnen daar, het is de grootste verzameling ter wereld eigenlijk, waar de studenten nu dus zelf kunnen opzoekingswerk doen wat over die karikaturen en dus de achtergrond eigenlijk, waarom de mensen dus het inenten van antisemitisme. Ja. Met Arthur heb je ook een bezoek gebracht aan het kerkhof in Putten. Voor Arthur is dat het allermooiste kerkhof ter wereld. En ik lees in jouw boek, Rosien, dat het ook bij jou een heel bijzonder moment was om daar te zijn. Hè? Ja, ik ben natuurlijk Arthur ontzettend dankbaar dat hij met mij daar naartoe heeft willen gaan. Want dat had dus een heel speciale atmosfeer ook natuurlijk voor mij, met iemand die daar thuis hoort. En dat is een 4 hectare groot kerkhof, meer dan 10.000 graven zijn daar. Men moet weten dat Putten ligt, dat is dus op de Hollandse kant van Putten. Putten is een dorp met dus zowel Belgisch als Hollands. En dat heeft een speciale reden, omdat dus de Joden een eeuwige begraafplaats, een eeuwig graf willen hebben volgens hun religie. Want vanuit dit graf zullen ze dus opstaan. En in België is dat niet mogelijk. In België moet je dus na 20 of 30 jaar, kun je hooguit dan nog verlengen, 20 jaar. Maar dus men heeft geen recht op een eeuwig graf. En men heeft dan gezocht naar een plaats, niet ver van Antwerpen natuurlijk, want dat was de reden. Dat is nu iets anders, daar moet ik zelfs nog iets over zeggen. Dat is Weinberger. Daarin heeft in het einde van de 19e eeuw heeft een Joodse koopman, die ook een café had, wist dat er kwamen heel veel arme Joden naar Antwerpen werken, die ze ook uitweken. En die hadden geen centen om een graf te betalen. En ook dan ook een eeuwig graf was niet mogelijk in België. En die heeft dan een stichting opgericht. En heeft dan samen in 1910 geloof ik, ja, heeft hij dan Putten gekocht. Heeft daar een grond kunnen kopen. Dat is dus over de grens waar ze nu dus een eeuwige graf kunnen hebben. Voor mij was dat, want dat is dus, dat zijn meerdere, dat is opgedeeld dat kerkhof in de meer orthodoxe, minder orthodoxe Joden. En voor mij was dat zeer emotioneel, omdat daar ook zoveel mensen, daar liggen ook rabbijnen begraven en daar ligt bijvoorbeeld ook Kleinblad, dus degene van de Kleinbladbakkerij, dus de dynastie van de bakkerij, die ligt daar ook begraven. Dat, langs de ene kant dus Kleinblad, dat ik kende, omwille dat wij daar ook gebak gingen kopen. Langs de andere kant ook de schroom tegenover die toch rabbijnen, dat dynastie die daar begraven liggen, die ook na de oorlog natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog naar Antwerpen gekomen zijn, omdat zij dus ook allemaal uitgeroeid werden in Oost-Europa en hier dus terug een thuis gevonden hebben in 45, 46. En dat was voor mij, ja, ook de inschriften en ook de spreuken, bijvoorbeeld, wij zijn as en tot as zult je wederkeren, dat is natuurlijk uit mijn katholieke opvoeding. Maar ik stelde dus vast dat al die dingen die wij dus wel geleerd hebben, of
ons voorgelezen hebben uit het Oude Testament en geleerd in het Nieuwe Testament, dat men daar nooit een link gemaakt heeft naar het Joodse. Dat wij dus altijd geïsoleerd bleven. Integendeel, de Joden waren de moordenaars van Christus. En op zo'n begraafplaats, dat is een plaats van inkeer. En daar heb ik natuurlijk dan ook beseft dat ik eigenlijk niks weet. Dat we eigenlijk, als ik daar wegging, dacht ik, nu weet ik misschien iets meer, maar ik weet niets. We weten niets van elkaar en we weten ook niets van het verdriet. En het onzeggelijke, Vivian heeft mij ooit gezegd, wij hebben niet het recht te vergeven in plaats van de vermoorden in de Holocaust. Dit is een verhaal dat je nu hebt neergeschreven met ontzettend veel opzoekingswerk en veel getuigenissen. Maar tegelijkertijd is het ook het begin van een verhaal. Want ik kan mij voorstellen dat mensen die het ondertussen hebben gelezen, misschien jou ondertussen hebben gevoed met nog meer verhalen die hiermee te maken hebben. Is dat al gebeurd? Ik weet niet. Ach zo, ik bedoel nu. Ja. Niet van. Ja. Ik heb zeer gemengde reacties. Bijvoorbeeld in Knokke. Had ik een heel interessante ontmoeting met een hotelier uit Knokke. Die ook dus een hotel had. En die dus samengewerkt heeft met Motke. En die mij ook zegde, dat was geen thema. Daar werd niet over gepraat. Dus met Motke, hij zegt dat was een fantastische, sympathieke man. Wij hadden vergaderingen met de hoteliers van Knokke. Maar over dat thema werd nooit gesproken. Hij zegt, wij zagen wel dat vrijdags bijvoorbeeld Joden toekwamen in Knokke voor de Sabbat. De echtgenoten met de kinderen waren dan in het hotel op vakantie. Meestal kwamen ze met de taxi. Maar hij zegt, ja, nu is het toch wel boeiend een beetje meer achtergrond te weten. Want in Knokke nu, het hotel is afgebroken. Wij hebben dus nu, er zijn nog altijd veel Joden in Knokke, maar die wonen in appartementen of in hun villa's. En men heeft ook niet meer koshere hotels, koshere plaatsen om te gaan eten. Men kan nog wel kosher inkopen, bijvoorbeeld bij Deleuze. Heb je een kleine afdeling met kosher kosten en zo. Maar dus, dat is bijvoorbeeld een reactie dat men verbaasd is hoe weinig dat men toch geweten heeft. Alhoewel dat die mensen midden tussen ons geleefd hebben. En dus Botke, die midden tussen die andere hoteliers leefde. En ook dus niet, dat men niets wist, men heeft ook niet gevraagd. Maar Motken heeft ook niet daarover gesproken. En boeiend is voor mij ook dat dus vooral de Joden nu, dat is waarschijnlijk hetzelfde als bij ons, wat er bij ons thuis en na de oorlog niet besproken werd, werd ook bij de Joden gedeeltelijk niet besproken. Het was te pijnlijk. Het deed te zeer op een andere manier. Maar dus nu beginnen ze, dus, want ik heb bijvoorbeeld die overlevenden, dus die als kleine meisjes over de grenzen naar Zwitserland, dat was gewoon een behoefte om daarover te praten, om dat te vertellen. En dat vind ik zo belangrijk. Ja. Zou jij nog een stukje uit het boek willen voorlezen? Ik had zelf een fragment op pagina 100 voorgesteld. Ja, dat kan ik wel even doen. Ja. Zo. Martin Weinberger, de patissier uit de Rolwagenstraat 59, had het besluit genomen, zoals zoveel anderen, na de inval van de Duitsers naar Frankrijk te vluchten. Op 15 mei 1940 stapte hij met zijn vrouw Ghana en zijn zoontje Max in het Antwerp Centraal Station op een van de laatste treinen die nog vanuit de havenstad vertrokken. Zonder veel geluk. Hun vlucht eindigde in het interneringskamp van Brent, nabij Toulouse.
dat door de Franse staat in 1939 opgericht was als opvangcentrum voor Spaanse vluchtelingen tijdens het Franco-regime. Tussen november 1940 en maart 1941 was het een interneringskamp voor Joden. Maar Mottke liet zich niet demoraliseren. Bij de eerste gelegenheid klom hij over de prikkeldraad en zocht in het nabije dorp werk bij een bakker. Dat lukte hem met list en overtuigingskracht. Hij geraakte aan officiële werkpapieren en haalde nu vrouw en zoontje uit het kamp. Het kleine gezin ging weer op de vlucht. Tot ze opnieuw in de val liepen en in het beruchte Camp de Cours belanden. Dat was het grootste en ellendigste interneringskamp ten noorden van de Pyreneeën, 50 kilometer van de Spaanse grens. Hier vegeteerden tussen 1940 en 1943 meer dan 60.000 mannen, vrouwen en kinderen voor de nationale economie overtollige buitenlanders. De bewaking lag in handen van de gevreesde Franse gendarmerie. Van hieruit begonnen op 5 augustus 1942 de deportaties richting Auschwitz, Majdanek en Sobibor. De kampleiding in Goers was niet ingelicht over de deportaties en de voorlopige bestemming Drancy, het doorgangskamp nabij Parijs. Het gerucht verspreidde zich echter als een lopend vuurtje en dat zorgde voor paniek. We wisten maar al te goed waar de reis heen ging. Tussen maart 1942 en augustus 1944 werden 73.853 Joden vanuit Frankrijk naar Oost-Europa gedeporteerd. De meeste treinen vertrokken vanuit Drancy. De meeste treinen vertrokken vanuit Drancy. In Goers brak een soort zelfmoordepidemie uit, noteerde de Duitse historicus Roland Pohl in zijn Falsatlas. Mensen sneden hun hals- of polsslagaders over en het plaatselijke ziekenhuis was overbelast. Mottke Weinberger slaagde er samen met zijn gezin in opnieuw te ontsnappen, net voor de extra treinen vertrokken. Dankjewel, Rosien. Ik stel voor, als er mensen zijn die vragen willen stellen, dat ze dat inderdaad via die chatfunctie kunnen, onderaan. Daar zie je een icoontje met chat staan. En als mensen dat misschien al ondertussen hebben gedaan, want dat heb ik nu niet gevolgd. Ik weet niet of Vivian dat heeft opgevolgd. Dan kan dat. Ik zeg er ondertussen ook al even bij dat het boek wordt aangeboden door Lano met 10% korting. Dat zat in de uitnodiging ook. Dus via die weg kan je bestellen. Ik weet niet of je er zelf nog iets wil aan toevoegen, Rosien. Ik hoop dat de mensen eindelijk begrijpen dat wij allemaal maar mensen zijn. Gelijk van welke kleur, gelijk van welk geloof. En dat we eindelijk ophouden kastjes te maken. Maar het is denk ik een illusie. Wat er nu gebeurt, overal ter wereld, ook in Duitsland, ook in België, is eigenlijk onrustwekkend. Een Joodse jonge vrouw heeft in de FAZ een interview gegeven, een schrijfster. En zij zegt, de oorlog die er nu is, is geen oorlog, dat is gewoon guerrilla. Ze durft niet meer in de metro gaan, ze durft niet meer op de straat gaan. Ze zegt, de vijand zit verborgen en dat is veel erger. En daar moeten we toch wel over nadenken. Ik zie de naam van de professor, maar die is ondertussen denk ik ingevuld. Zijn er plannen om het boek te vertalen in het Engels? Er komt zeker een Duitse versie. Ja, die Duitse versie komt nu dit jaar nog. In 2021 natuurlijk, ja. Ook een vraag of er een Engelse versie komt, Rosien? Daar weet ik niks. Dat moet men aan Lano vragen. Hopelijk, kunnen we nu zeggen.
Ik wil graag weten wat de mensen in de omgeving van Rosien over haar houding en haar interesse voor deze Joodse verhalen denken. Dat is inderdaad wel een interessante vraag voor jou, Rosien. Ik heb die vraag nu niet zo precies begrepen. Dus je bent al jarenlang bezig met het uitschrijven van de verhalen van de Joden. Wat jouw directe omgeving daarvan vindt, vrienden, familie, ligt dat gevoelig? Nee, dat ligt eigenlijk niet gevoelig. Integendeel zou ik zeggen. Sommigen hebben schroom en ik krijg ook soms wel te horen dat ik er nu eigenlijk moet mee ophouden. Dat heeft mij ook iemand over laatst gezegd. Dat er toch nog andere verhalen zijn. Dat vind ik dan natuurlijk... Maar dat zijn de uitzonderingen. Dat zijn de uitzonderingen. Eigenlijk, en wat voor mij heel troostend, maar ook mij heel blij maakt, dat is het opnemen in de Joodse gemeenschap. Ik ben een goy, maar ik word in de Joodse gemeenschap ontzettend zonder vooroordelen opgenomen. En dat vind ik dus... Daar kun je een voorbeeld aan nemen. Want het is vice versa. Hè? Men heeft mij nooit de vraag gesteld wat gaat je schrijven. Zoveel vertrouwen. Ongelooflijk. Vind ik werkelijk, ja, dat moet echt, daar ben ik heel dankbaar om. Dat maakt mij rijk. Ja. Er komen nog bedankingen via de chat binnen. Ik heb de indruk dat mensen er een beetje van onder de indruk zijn waarschijnlijk. Door deze zeer vlotte vertelling, Rosien, want niet alleen het schrijven gaat jou zeer goed af, maar ook het vertellen natuurlijk. Je geeft ook lezingen met het boek zoals... dit hier, maar dat is ook een deel natuurlijk hè, van het boekenschrijven. Zeker dit soort boeken is erg belangrijk dat je daarmee kan rondgaan en rechtstreeks aan de mensen kan gaan vertellen. Ik zie ondertussen nog wat dingen binnenkomen. Ik probeer mee te lezen. Je hebt wellicht erg veel getuigenissen gehoord en gelezen. Wat is het verhaal dat je zelf het meeste is bijgebleven? Van die getuigenissen, het meeste is bijgebleven. Eigenlijk moet ik zeggen dan Arthur Langerman. Mm-hmm. En natuurlijk ook Alice Schönberg, die dus als klein meisje over de Zwitserse grens gekomen is. Ik ben met haar twee zussen gaan eten in Hoffies, dus dat is het kosher restaurant in Antwerpen. En die twee zussen die leven in Amerika. En dat heeft mij ontzettend geraakt, omdat ik was met die drie dames afgesproken, die natuurlijk ondertussen, de ene is 79, de andere 82 en de volgende 84. En ik was als eerste ter plaatse. En ik had mij al aan een tafeltje gezet en mijn notitieblokjes bij. En dan kwam Céline binnen, dat is de oudste. En ik zeg tegen haar, zet u daar, dan blijf ik hier zitten met mijn... Nee, zegt ze, ik moet op de hoek zitten. Ik zeg, ik was een beetje verbaasd. Ze zegt, ja, ik moet altijd op de hoek zitten om te kunnen vluchten. Ik kan niet in het midden ergens zitten, niet in de bioscoop, niet in het theater, niet in een restaurant. Ik moet altijd op de hoek zitten. En haar zus, Eva, draagt de naam van haar grootmoeder, want ze wil dus eigenlijk, ze heeft nog altijd het gevoel niet gekend te willen worden, niet gekend te mogen worden. En ze zijn dus die twee meisjes, want die hebben ze vluchtig even gezien, die foto's, die zijn verstopt geweest in een katholiek pensionaat in Brussel, totdat ze dus op de vlucht konden gaan met hun moeder. En... dat is de jongste, dus dat is de allerjongste, die is er niet bij. Dat was nog een babytje. Dat is Céline, links, die dus die altijd op de hoek moet zitten. En dan heb je Eva, die had een uniform, die werden katholiek opgevoed, die moesten katholieke liedjes zingen, die moesten bidden, de catechismus. En die zegt dat ze nu nog altijd met kerstmis in een katholieke kerk binnengaat, omdat daar in die katholieke school, dat was ze toen 6, 7 jaar denk ik, dat ze daar dan voor het eerst
de geborgenheid gevoeld heeft. Dat ze daar niet in gevaar was. Dat is dus nu nog altijd, met 82. Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Daarmee zeg ik, we zijn maar chroniqueurs. Wij kunnen ons niet, die wonden kunnen wij ons niet voorstellen. Ik lees hier een vraag, komende uit een katholiek gezin, wat je zo net vertelde, Rosien. Is, we zien of ik de vraag nu niet opnieuw kwijt ben, is de mythe van Jezus die vermoord is door de Joden, is dat actueel? Ja, ik ga nu niet meer naar school, maar ik was als dus klein schoolmeisje, was dat dus inderdaad zo. Dat was de moordenaar, ja. Trouwens ook, ik beschrijf zo'n beetje, en ik meng in mijn boek ook een beetje het milieu waarin ik opgevoed ben. Of opgegroeid ben ook. En dat ik dus ook altijd met een tram naar van het dorp waar wij woonden naar de stad gegaan ben. Dus naar school, dat kon destijds allemaal nog. En dat we dan in een dorp voorbij reden met een tram in Borsbeek. En Borsbeek, daar was een protestantse kerk. Een school, een schooltje, want dat was de diaspora natuurlijk. Maar daar mochten wij niet mee spreken, want dat waren, ja, ik weet niet wat dat mijn ouders, of dat onze, vooral ons nonnekes met hun kappen, wat zij daarvan dachten, maar dus wij, dat was allemaal taboe. Of dat nu is, dat natuurlijk zeker niet meer. En of dat Christus nog de moordenaar is, dat denk ik niet, dat nu nog op school bijgebracht wordt, maar het is, zo zijn wij opgegroeid, ja. Nog twee vragen over Motke zelf. Uit welke streek kwam hij precies? En dan nog of er getuigenissen zijn over het eten in Hotel Motke. Getuigenissen? De streek waar hij precies... De streek waar hij vandaan kwam is Tsjechoslowakije. Maar dat was toen Oost-Europa. Ik had gezegd, dat was dus een terra incognita. Dat was een tijd lang tot... Ik weet nu niet meer precies. Dus een tijd was het Tsjechisch, dan was het weer Hongaars, dan was het weer Tsjechisch. Dus dan werd het bezet. Maar hij kwam dus eigenlijk uit Tsjechoslowakije, maar sprak Hongaars. Maar zo zijn er heel veel Oost-Europese Joden, hoor. Ik had hier genoteerd, bijvoorbeeld Stranani. Wat zeg je? Spreekt misschien fout uit, Stranani. Ja, dat is het, ja. Ik wou het niet uitspreken, omdat het moeilijk uit te spreken is. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Dat was het dorpje waar hij vandaan kwam. Maar dat was aan de grens van de Karpaten. Mm-hmm. Die Oost-Europese Joden, die komen gedeeltelijk uit Polen, uit Tsjechië, uit Hongarije. En als je op een sabbat gaat en je wordt uitgenodigd, dan kan het gebeuren, dan krijg je gefilte vis. En daar is dan een zoete saus bij. Dat is dan uit Polen. Dat zijn Joden die uit Polen komen. En het kan ook zijn dat je een hartige, dus een pikante saus erbij krijgt. Dat zijn dan van de Joden die uit Hongarije komen. Dus ik hoop dat ik het juist zeg, want de Joden die naar mij luisteren, dat die niet zeggen, oei, 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 wat vertelt zij allemaal voor fabeltjes. Maar we moeten het ook... Het menselijke. Als het gaat over de keuken in het Grand Hotel of Chez Motke, dan moeten we vooral Thea Langerman vermelden, want zij was diegene die zorgde dat er zeer lekker gegeten werd. Hè, zij kookte en Motke was een bakker. Maar hij maakte dus het kosher. Hij maakte dus ook het Joods gebak, wat zeer lekker is trouwens, wat we dus bij Kleinblad in Antwerpen kunnen kopen. Er zijn nog andere bakkers in de Lange Kievitstraat. Heb je dus ook meerdere bakkers. Het Joods gebak is zeer lekker. Ja, je beschrijft het ook in het boek. Hè. Er staan een paar gerechten, de recepten niet helemaal, maar wat je kon eten, daar staat inderdaad ook beschreven in het boek. Er is zelfs al een vraag of het boek ook in het Frans wordt vertaald. Ik denk dat de vertalingen zullen moeten volgen, Rosien. Dat blijkt hier toch uit de vragen. Ik denk dat de vragen zijn gesteld en Rosien, ik hoop dat er nog zeer veel vragen zullen volgen, want dat is wel wat het boek teweeg brengt. Ik wil jou nog eens hartelijk bedanken om deze lezing te geven en ik geef zeer graag het woord terug aan Vivian Liska. Dank je ook, Julia. Rosine, ik ben zo gerührt, dat ik jetzt gar nicht Nederlandisch sprechen kan.
En ik wil je echt bedanken. Ik moest even weg om aan mijn man, die zit hier naast in de andere kamer, om hem te zeggen dat ik... Ik kom uit Wenen en ik leef met niet-Joden samen mijn hele leven. Ik heb hem gezegd dat ik niemand ken die op zo'n natuurlijke, aangename, authentieke manier over Joden spreekt. Ik vind dat echt... Wauw, ja, ontroerend. Dank u wel, Vivian, dank u. Maar dit is wederzijds. Ik heb het daarnet gezegd, ik ben altijd opgenomen. Het is wie man in den Wald hineinschreit, zo schalt het zich aus. Maar Rosine, dat ligt echt aan jou. En Friedli, je hebt dat zo mooi gedaan. Ik ben jullie alle twee heel dankbaar. Het is een heel speciale Chanukka-avond voor mij en ik denk voor iedereen die hier was. Dus Chanukka Sameach, een gelukkig Chanukka en een gelukkige feestdagen voor alle mensen zoals Rosine daarover heeft gepraat. Ons alle die wij hier zijn, waar wij ook vandaan komen. Bedankt, nog een mooie avond. En hoffentlich bald wieder Rosine in Knokke vielleicht. Ja, dank u. Ook aan iedereen die mij naar ons geluisterd heeft. En vooral ook natuurlijk Friedel. Friedel, Friedel, dank u wel. Want zonder jou gaat het niet. En ja, dank u ook voor jouw heerlijkheid. Arthur wil nog iets zeggen. Arthur wil nog iets zeggen. Het boek fantastisch geschreven is. En het is echt, je kunt dat lezen heel gemakkelijk. En je heeft alles zo mooi beschreven. En voor mij was het een eer om jou te ontmoeten en tezamen die avontuur te maken. Dank je, Arthur. Wij zien elkaar nog. Ik heb vandaag naar het archief in Berlijn geschreven. Ja? Ja. Ja, ja. Oké, okay, goedenavond aan iedereen. Goedenavond aan iedereen. Ja, oké, okay, ja. Dag. Dag. Dag.